Ik hoef je ook gewoon lekker niks uit te leggen. Zo chill. Prima, kijk. Mooi. Mooi worpie. Ja. Zo. Ja, dat is een perfect worpie. Hier geen snoekbar zitten. Ze zitten hier niet. Ja, wel. Oh my god. Alles eraf. Ja. Snoek. Midden in een plantenbed. Zo, daar lopen we dan. Hengel in de hand. We gaan lekker wopperplopperen. Ja, precies. Want Fanny wil graag snoek vangen. Nou, het is niet zo warm, het is niet heel koud. En Daniel zei nog, ja, er staat geen wind hoor. Nee, precies. Het is echt windstil. Ja, er staat wel een viertje. Zoals je kan zien hier zo, heel erg plantenrijk water. Oh, kijk, een brasem. Hier. Ja, ja, maar die wil ik niet. Die zit Nee, die zit lekker te azen daar. Lekker te vreten. Wel een grote trouwens. Echt zo, ja. Ja. Oh, dan komen we even het vliegtuig naar. Fanny en ik, die kijken natuurlijk best wel veel de vraag van, ja, hoe zit dat nou? De meeste mensen weten het wel al, maar sommige mensen weten het nog niet. Wij hebben 7 jaar een relatie gehad. Wij hebben eind vorige zomer besloten om toch niet meer samen verder te gaan. Maar ja, weet je, als je 7,5 jaar samen bent, ben je niet alleen... Ik gewoon nog matties bent. Ja, maar ja, je bent 7,5 jaar ook elkaars beste vriend geweest. En dat beseffen heel veel mensen niet. En wij hebben voor de rest geen gezeik, dus dat is super fijn. En daarom kunnen we ook gewoon nog zo lekker met elkaar omgaan. Eens in zoveel tijd doen we even wat leuks. En Fanny wil heel graag vissen. Dus ik dacht, let's go. We gaan let's go. Vandaag. Dus we gaan even een lekker videootje maken. In ieder geval even een duimpje omhoog voor Fran. En je hebt weer een goed outfitje aan. Moet natuurlijk wel een beetje sportief blijven. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Lekker hoor. Ja, we gaan even kijken of we een dikke snoek kunnen vangen. Fran heeft een wopperplopper eraan. Ik ook. Ja. Je gaat gooien met een reel. Weet je nog hoe het moet? Ja, gewoon binnen draaien, denk ik. Ja, met werpen. Oh, dit zal even wennen hoor. Hè? Met die scherpe joekels. Okay. Strak brilletje ook hoor. Zo, ietsje verderop draaien. Ja, ietsje verderop draaien. Zo. Ja. Zo, en dan kan ik gewoon rechtuit gooien. Ja hoor. Hier, kijk, hopla. Kijk, dat zou mooi zijn als ik nu in één keer bam. Ja. Dat zou zeker mooi zijn. Maar het gaat niet helemaal goed, hè? Nee, dat gaat perfect zo. Zo hoort hij te gaan. Als een soort eentje over het water. Echt zo'n propellertje zit eraan. Ja, er zit een propellertje aan de achterkant. Nu zit er iets aan. Ik dacht, we gaan lekker wopperplopperen. Maak op kans op vis. Als je nu een aanbeet krijgt, schrik jezelf helemaal de pleuris. Ja, hiermee gaan we proberen een snoek te vangen, jongens. En als we een snoek hebben, dan gaan we door voor de snoekbaars. Zo, het maakt niet uit of het groot of klein is. Een snoek is een snoek. Precies. Size doesn't matter. Kijk, je bent wel netjes aan het gooien, hoor. Ja, kan het gewoon nog. Hoor. Tuurlijk. Dat verleer ik niet meer, hè? Nee, nee, nee. Zit er zo ingebakken. Het is wel zo vet, jongen, als je er nu eentje zo pakt op deze manier. Ja. Even de andere kant. Het zou wel fijn zijn ook als mijn zonnebril een keer op mijn kop blijft zitten. Ja, precies. Vorige keer was je hier je zonnebril kwijtgeraakt. Gewoon een achtje draaien. Hup, zonnebril weg. Nee, nee. Draaien. Maakt een lekker geluidje, hè, die rail. Ja. Oh, oei. Zeker als die wind erin. Ja, Fanny vis met Curado DC'tje. Dat is een van de betere rails van Shimano, de DC. Deze railtjes zijn digitaal geremd. Dus juist ook voor de mensen die nog nooit met een rail hebben gegooid. Dit werpt zo goed, jongens. Dit werpt echt zo goed. Het vis gewoon heel lekker. Gaat nu goed, gaat hij goed, ja. Ja, ja. Hij moet inderdaad zo heel, heel snel splashen. Nu is er weer een beetje plantjes op. Hij schrikt me dood, man. Als je merkt dat het niet zo goed doet, even een goede ruk zo. Ja, er liggen veel sliertjes. Ja. Hmm. Het gaat niet zo lekker hoor, die ding. Nee, we gaan even een stukje verder lopen. En dan gaan we wel, kom maar goed. Ja, ja, ik ga deze even opbergen. Dan pak ik de GoPro, die zet ik aan. En dan gaan we even visje vangen. Let op de poep, weet je nog wel? Vorig jaar? Heb ik in de poep gestaan? Jongen, we stonden hier continu in de stront. Oh ja, die ene kak. Ja, nee, die, ja. En die ganzenbeesten. Ja, maar ook hondenkak, overal. Ja, 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 je moet hier oppassen. Dat is wel het nadeel van dit plekje. Ja. Ja. Ik kan gewoon naast me staan. Ah! Nee, hou op. Ik kreeg gewoon een blaadje tegen mijn hoofd aan. Maar ik voel het tegen mijn schedel aan. Je moet gewoon af en toe van een ruk geven zo. Als je zo kut draait. Hé, hey, vis gewoon even mooi dit kantje af. Kom maar goud. Kom maar goud, miauw. Ik heb hier echt serieus op dit stuk was gewoon 5 snoeken gevangen of zo. Maar je ziet daar ook wel wat planten dingen liggen. Kijk, er ligt een dode snoek. Oh mijn god, echt zo ja. Hoe kan dat? Ja, vissen kunnen ook doodgaan. Pijntje, ja. Midden in een plantenbed.
Holy shit, hij komt helemaal op maat rijden. Deze gaat hem pakken hoor. Let op, vrienden, komt ie. Komt ie, komt ie, komt ie, komt ie. Oh my god, gooi, gooi, Fren. Zo, dit was een van de allersickste aanbeten die ik ooit heb gehad van een snoek. Fren, oké, je gooit hem door de wind, gooi hem een beetje naar rechts, komt hij daar terecht. Dus je mikt een beetje op dat vlekje daar, dat witte. Ja, je ziet dat beetje witte vlekje waar geen golven is. Dat zijn planten, maar dan landt hij daar links van. Nou, ligt daar. Verre worp, een beetje op rechts mikken. Oké, gaan we, ja? Ja. Pak hem. Jezus, dat was de allerlijpste aanbeet die ik ooit heb gehad, ja, denk ik. Ja, echt heel hard. Gewoon. Ja, ik kwam helemaal het water uit. Ja. Oké, snel nog een keer gooien. Vind ik wel nog leuk? Ja. Ja, gaat het lukken straks? Ja, sowieso. Wel, hè? Dikke joepen van. Ja, ik vind het wel chill dat het niet meer zo warm is. Een paar weken geleden was het natuurlijk zo vreselijk warm. Ja, nou, 100 graden ga je ook niet meer vissen. Nee, alles is al een beetje afgekoeld, is wel beter. Zo, kijk eens. Alsjeblieft. Klik. Ja. Vind je het lekker setje? Ja, dit gooit echt super chill. Ja? Ik weet niet, met een reelvis vind ik echt wel fijn hoor. Is ook wel fijn. Ja. Maar het is ook echt goed spul. Kruiden de zee. Je hebt een Shimano Yazai LTD Pike Crank Spinnerbait. Dit is een hengeltje van, even kijken, 2,25. 5 tot 110 gram. Mooi stevig. Perfecte snoekhengel. En een paar Magic Hands. Ja, zeker. Ik gebruik vandaag een Tranxi Poison Adrena zware tot 150 gram werpgewicht. Echt een beuker. Deze gebruik ik ook voor het meervallen. Maar ik kan ook een mooi snoekje mee waren. Ja. Maar we gaan het even laten zien. Het gaat sowieso lukken en een boek in de klapper erop. Klik! Je maakt me echt een beetje zenuwachtig, weet je dat? Nou, daar kan het toch ook gewoon letterlijk in het moment. Ik heb heel even dat gevoel doe maar bij iets, zeg maar, hoe het ook weer is om zo'n beuker op je hengel te hebben. Oeh! Ja, zie je. Goed gerend. Goed gerend. Wijs besluit. Jeet! Oh, zo. Dit moet is... een worden hoor. Ja, dit moet een worden. Kan niet anders. Als hij er ligt, dan gaat hij hem nemen. Vol gas. Gaat hij hem opsmikkelen. Smikkelen en smakkelen. Hey, smikkelkontjes. Smulpaap. Ja, als er echt een smulpaap ligt, dan pakt hij hem. Ja, 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 ja. Echt? Nee. Nee, ik wou niet zeggen, je maakt me gek, joh. Oké, al langer dan vandaag. Dit is een mooi stukje. Andere plantjes. Echt niet normaal. Hier liggen ze, in deze windhoek. In de windhoek liggen de snoeken. Oh, misschien, misschien. Oh, ja, hij heeft hem. Ja, hij heeft hem. Ja, hij heeft hem weer. Oh. Yep. Ga hem pakken. In de windhoek, in de windhoek. La 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 la, in de windhoek. Ja, ik zag hem. Ja, vier keer. Ik probeer hem al vier keer te pakken, ja. Gooi, vriend, gooi, gooi, gooi. Ah. Sorry. Mooi hoor, man. Oh, ik heb een boom gevangen. Oei, hij zit ook goed vast ook. Nee. Gooi maar snel even een keer. Ja, die ene snoek had er wel zin in. Nou, vriend, lekker dan. Maar die snoek moeten we vangen. Vang hem even, ja, kom op. Ja, ja. Deze gooit wel anders. Dus moet je iets meer remmen. Ik ben bang, waarom staat die vol? Gooi! Waarom is die niet omgewaaid met de storm? Oké, Fren, laat eens even zien wat je eraan hebt. Hoe heet het ook alweer? Een spinnenbeet. Goed zo. Waar is hij? Hier. Kijk, laat hem eens even zien. Geheime wapen. Hier heb ik mijn PR snoek opgevangen. Deze stelt me nooit teleur. We gaan die snoek even harken. Ja. En als je het water raakt, gelijk draaien. Dat je hem een beetje, dat je hem niet te diep laat lopen. En of het worpje van net. Dan gaan we hem vangen, ja. Draaien.
Ja, ietsje lager. Ja, ja, ja. Zo, ja. Zo gaat hij goed, zo gaat hij goed, zo gaat hij goed. En daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Plantje. Ja, perfect, perfect. Als je hem nu niet pakt, dan is het echt een rotsnoek. Het valt niet mee. Nee, het tussen die huizen hier. Nee. Twee aanbeten. Ja. Verderop nog een paar van die huisjes. Die proberen we even. Ja. Daarna waait ik nog een tukkenstus. Tussenstuk. Oh ja, precies. Die kan ook goed zijn. Ja. En dan zat ik zus, dan gaan we het over op de snoekbaars. Is goed. Oh, ik heb helemaal zere oren van die zonnebril van jou. Wil je wisselen? Deze bril staat je wel beter. Ja? Ja. Ja? Tjachi? Ja. Tjachi? Nou, mevrouw, het is nog niet zoveel, hè? Nee, we hebben nog helemaal niks gevangen. Nee. Nou, jammer. Twee keer beter gehad. Ja. Nou ja, vijf keer beter gehad. Eén snoek die had vier keer klapte hierom. Ja, precies. Ja. Nog niks gevangen. Dat is wel ook een beetje nadeel met oppervlakte aasjes soms. Soms krijg je best wel veel missers erop. We gaan nog één plekje hier pakken en dan zijn we het snoeken een beetje zat. We hebben het geprobeerd. Dan gaan we over op de kleinere vis met spinengel. Dus dan mag je niet meer met een reeltje gooien, maar dan moet je met spinengel gaan gooien. Met een molen. Yep. Ja. Ja. Ja, ik vind het prima. Mooi. Ook als je het niet prima vond. Nee, dat is nog. Heel gewoon. Ja, precies. Belangrijk tijdens vissen. Eiwitte jongen. Tip! Iets smakelijk. Echt bang op mors trouwens. Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Gaat goed, het gaat goed. Er komt heel veel vet vanaf. We hebben geen servetjes gekregen. Nee. Kijk nou, het druppelt helemaal eraf. Lekker bezig. Yes. Zo, even iets heel anders. We gaan snoekbaarsen. Ja, dat gaan we zeker. Ja, dus ik ga nu de eerste worp doen. En de eerste worp gaat sowieso vis opleveren. Dat is goed. Heb ik afgesproken net met Daniel. Ja, top. Wat ga je gebruiken? De chat. Wat voor eentje? Groene, gele. Weet je welk merk het is? Nee. Nice. Ja, ik herken het patroontje met die ribbeltjes hier. Weet je ook welke het is? Nee, dat gaat me echt. Het is de Predator. Oh ja. Maak jij maar eens één worpje. De Predator gaat nu te water. Stapje naar voren. Niet in het water flikkeren, ligt daar een kuil. Nee, die drinken zakken. Kijk. Zo doen we dat. Is het diep hier? Nee. Even een lichter setje eraan gedaan. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Nou, laat maar zien. Oh, goeie. Ja, deze verdient vis. Had je beet? Ja. Echt? Ja, beet, ja. Kut. Ja, had je een beuk erop? Ja. Het zijn allemaal kleine baarsjes, Fren. Gooi dit kleine plugje maar, dan heb je er meteen heen. Hier voor het kantje, richting de brug. Nee, hier in het kantje, een beetje langzamer vissen. Zo. En dan zo, kleine rukjes. En zo. Kleine tikjes. Ja. Ja. Oh, Fren, jezus. Ja, perfect. Ja, vleugel dicht. Kleine rukjes. Je moet gewoon draaien, toch? Ja, gewoon tik, 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 tik. Toppie laag, toppie laag. Ja. Oh. Is het groot? Nee. Er zit er nog meer achteraan. Zit er nog meer achteraan. Jawel, hij is wel groot hoor. Dat is wel gewoon een goeie. Ja, jij lacht, maar ik ben gewoon blij hoor. Wee! De eerste vis. Yay. Ja. Hij is wel mooi. Ja, hij is zeker mooi. Leuk. Lekker. Nou, gewoon terug. Ja. Dan vangen we nog één. Echt zo. Hier, leg hem maar terug. Ja. Kijk, mooie lange brug. Vang jij nou maar eens een veetje. Ja, ja. Nee, je had vis. Nee, ja. Ja, ik zie de kolk. Ook, ik voelde ook een aanbeet. Ja, toen sloeg ik aan, maar toen zat ik daarna in die planten. Kut zo, jou hoor. Het was echt een aanbeet. Ja.
Laatste kans voor vandaag. Laatste poging, anders scheep je top. Ja. Helemaal klaar mee. Ja, het is 8 uur. Een nou, baarsie. Ja, mini baarsje. Maar ja, als we nu niks vangen, dan gaan we nog een keer. Ja. Nou. Wat een topdag. Wat een topdag. Het is helemaal kut dit, joh. Ah. Ja, lekker fan. Nou, vrouw. Dikke vette faal. Het is ongelooflijk, echt ongelooflijk. Vissen kan zo leuk zijn als het lukt, maar vandaag lukt het niet. We hadden echt binnen 1 minuut de snoek kunnen hebben. Ik heb daarna nog een paar aanbeten gehad. Francis heeft net bij de vorige plek onder die brug, dus snoek of een snoekbar, is er aangehad. Die ging los. Staat niet helemaal goed op beeld, denk ik. Ja, dat kleine baarsje, dat is niet genoeg. Dat is net niks gewoon. Dus we gaan nu verder naar deel 2. Zo, en daar waren we weer. Hey, er zit wat op de lens. Hey, echt zo. Ik zie het. Poepie. Nu niet meer. We gaan even verder waar we gebleven waren. Want ja, wij vonden dat wij niet voldoende vissen hadden gevangen. Ik ben weer even naar het prachtige Alkmaar afgereisd. En we gaan kijken of we een mooie vis kunnen vangen, toch? Ja. Gaat het lukken? Ik heb wel vertrouwen in jou. Ja. Het moet ook gewoon lukken, want... Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat als het niet lukt, dat jij mij trakteert op Mackie vanavond. Oké, okay. Nou prima. Prima. Dat klinkt voor mij als een hele goeie. Ik heb op dit moment 1 hengel, want Kevin van de Baarstakelaars, die heeft mijn molen gestolen. Die ligt nog in Noordwijk, dus ik geef Fren even een snoekbaarshengel. Dan ga ik haar mooi filmen. Ik heb het schepnet. We gaan gewoon even kijken wat er gebeurt. Het maakt jou denk ik nu niet zo heel veel uit wat je vangt, maar... Nee, het maakt me inderdaad echt niks uit. Ik wil gewoon iets vangen, dan ben ik helemaal blij. Top. Gaan wij dat regelen? Gaan we hier even oversteken? Dan zijn we op het eerste plekje. Zo mevrouw, ik geef u de hengel. Hier zo, kijk, zie je dit stroomhoekje hier zo? Het stroomt super hard. Dus ik denk dat de vis, als ze hier liggen, staan ze aan. Probeer hem eerst maar even. Hier zo, heel klein worpje net tussendoor. En vis hem even langs deze twee palen. Want ik denk... Is dit een langere hengel? Ja, het is een heel andere hengel. Zeggen. Kijk voor de brug. Ja, ja, perfect. Ja, hengel rechts. Vis hem hier maar binnen. Heel kort. Ja, recht voor je neus. Ja, perfect. Ja, spannend. Ja, ik vind dat echt een reetje spannend altijd. Op dat houten randje staan, een stukje naar voren. Eeuw, ik vind het echt helemaal niet leuk. Een stukje verder, een stukje verder. En dan pak je die paal, je hebt lange benen en zet je gewoon 1 voet op deze. Zo, ja, goed zo. Hopla, goed zo. Oh, nu dat je bril daar te water ligt, dat heb ik ook al een paar keer gehad. Het zou een dure grap zijn. Nou, dan gaan we. Ja, dit is een sportje, jongen. Ik hoef je ook gewoon lekker niks uit te leggen, zo chill. Nee hoor, gaat prima. Kijk, mooi. Mooi worpie? Ja. Zo. Wat een goeie. Ja, dat is een perfect worpie. Wow, het hier geen snoepbaar zijn. Ze zitten hier niet. Ja, jawel. Oh my god. Of was ik vast? Nee, alles eraf. Ja. Snoek. Ik kreeg een aanbeet. Ja, sick hè. Snoek. Jezus, dat sloeg je ook aan joh. Ja, ik denk, nou moet ik slaan. Kom eens. Ja, ik denk een snoek, want je haakt je aas is eraf. Ja. Oh, leuke jongen. Wat kut. Dat je daar nog intrapt, jongen. Ja, Jezus. Ik denk, leuke jongen, ik denk, waar dan? What the fuck? Daniel. Werkt altijd, jongen. Alsof hier in één keer een bootje langskomt met jongens erin of zo. Met leuke jongens. Ja! Ja? Ja, ja! Godver, lekker op. Goed zak houden. Ja. Godver, ik heb wat. Je hebt er een, hè? Yes. Ja. Oké, wacht. Ik pak snel. Kom maar rechts, kom maar naar rechts. Kom maar naar rechts met je hengel. Kom maar hierheen. Deze kant op. Ja? Nee. Heb je hem? Nee. Ja, Ellis. Ik heb hem. Yes, ik heb er een. Geef mij die hengel zo meteen maar en dan ga je eerst proberen even voorzichtig terug te komen. Auw, hou hem niet los. Hier, geef me je hand dan. Oh, mijn god, ze steekt gewoon in mijn broek.
dat zo'n kleintje dan even goed zo'n grote... Ja, heel groot aasje. Aas gewoon opeten. Echt een heel groot aasje. Lekker of fred? Yes. Hoppa. Toppie, man. Lekker hoor. Echt zo. Zal ik eens een fotootje van jou maken? Ja. Ah, mag terug, mevrouw? Mag weer zwemmen. Gewoon met een plonsje, joh. Hoppla. Hey. Lekker, joh. In één klap gewoon. Ja, eerste plekje. Super chill. Nou, eerst eens binnen. Lekker, man. Lekker. Okay. Yes. Nice. Zo, dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Wij zitten even lekker snackje te eten. Vond je het leuk? Om weer even te vissen? Ja. Ik ook. Ik vond het ook leuk, echt leuk om weer even lekker met Fren te vissen. Gaan we sowieso binnenkort nog een keertje doen. En dan gaan we echt even een missie grote snoek doen. Fren die zei net al, ik wil weer dood azen. Dus binnenkort... Dat gaat wel even duren, toch? Ja, half oktober kan dat wel. Ik ga sowieso binnenkort wel weer met Fren even wat leuks doen, even vissen of zo. Dus dan laat ik het jullie weten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren hieronder. Ik hoop dat jullie deze video 1000 likes kunnen geven. Dan komt er een vervolg nummer 2. Ja, goed. En laten we gaan naar die 150.000. Bijna 150.000 abonnees, jongens. Gaat lekker de laatste tijd. Ik krijg heel veel positieve feedback. Ben ik heel blij mee. En ik hoop dat jullie een leuke vakantie hebben gehad. In ieder geval weer bedankt. En tot de volgende keer. Doei. Oh, mijn schreeuwen. Oh, ja, hij heeft hem. Ja, hij heeft hem. Ja, hij heeft hem weer. Oh.